Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe spannende video. Vandaag hebben we een paar mooie vragen in een bakje zitten. En ja, het spreekt al een beetje voor zich. We gaan gewoon een vraag pakken, voorlezen en beantwoorden. Ja, nou ja, inderdaad. Het is eigenlijk gewoon, het zijn gewoon een beetje van die moeilijke vragen. Even over na moeten denken. Even een uitdaging. Het zijn uitdagende vragen waar we allebei een beetje over na moeten denken. Ja. En waarschijnlijk komen er hele leuke verhalen en antwoorden uit. Je pakt hem voor jezelf, dus je leest gewoon zelf voor, je beantwoordt gewoon de vraag die je leest. Is goed. Wie gaat beginnen? Steven Schaar? Ja, is goed. 3, 2, 1. Ik hou echt niet op een... Ik begin nu. Want ik heb werkt het zo? Kut. Ja, het werkt zo. Ja, dan ga je die wet pakken. Oké. Okay. Nou, nu heb ik het al gedaan eigenlijk. Ik dacht dat het zo werkt. Ik dacht, shit. Wat vind je echt vreselijk om te doen? Wat ik echt vreselijk vind om te doen? Ja, vertel. Ik tafel afruimen, dat vind ik echt... Nee, maar weet je wat het is? Als je het zeg maar opdekt... Ja, die borden zijn gewoon schoon. En dan moet ik mensen hun halve voedselbord... Moet in de vaatwasser. Ja. Oh, dat zit aan je vingers. Ja. Ja, je moet het ook afspoelen. Ja. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat vind ik vreselijk. Dat snap ik echt. Wat was de grootste fout die je ooit hebt gemaakt? Bevriend worden met jou. Zo. Die is eruit. Ik bega niet zoveel fouten. Ik ben eigenlijk best wel gewoon en stabiel voor mezelf. Als jij iets van mij weet, moet je het ook zeggen. Hè? Nou, ja, oké. Okay. Dat feestje van... Ik wil vertellen. Nee, ik zou het niet doen. Je moeder gaat het zien, hè? Maar is goed. Ja, oké. Okay. Ik heb even nagedacht, maar ik weet wel een grote fout die ik ben begaan. Ik was een keertje uitgenodigd op een feestje. Toen had ik nog aan Maxime gevraagd, wil je met me meegaan? Maar toen kon ze niet. Dus ik ben toen met Niek gegaan. Jullie kennen Niek vast wel. En het was een feestje in Amsterdam, dus wij gingen daarheen. Het was op zich wel een leuk feestje, maar niet geweldig of zo. Dus wij wilden naar huis gaan. Ging het OV niet meer. En ik had nog geen rijbewijs, dus wij konden echt op geen enkele manier thuis komen. Sorry, dus ik... mijn papa als je dit ziet. Mama, sorry als je dit ziet. Maar ja, ik zat dus op dat feestje en wij waren echt van, ja shit, hoe gaan wij thuis komen? Nou, toen bood de jongen aan van, ja, je kan hier wel slapen. En toen hadden we wel een beetje een naar gevoel erbij. Maar ja, we hadden een soort van niet echt een keuze of zo. Zij raakte me op dat moment aan. En dat vond ik op dat moment zo naar. En ik kon er ook niet echt... Ik kon er wel wat van zeggen natuurlijk. Maar op dat moment vond ik dat gewoon een beetje eng of zo. Ja, en achteraf... je was waarschijnlijk gewoon bang, omdat je daar sliep. Ja, ik was gewoon bang. Dat je eruit had gestuurd. En dat je ouders moest vertellen van, hey mam, ik ben trouwens rende bij iemand slapen. Dat was kut. Dat was een fout. Ik had er niet moeten slapen. We waren denk ik volgens mij om 5 uur 's ochtends. We hebben allebei geen ogen dicht gedaan, want dat gebeurde bij ons allebei. En om 5 uur 's ochtends zijn we allebei dat huis uitgesneakt. En toen zeiden we tegen elkaar, oh, dat gaan we nooit meer doen. Lieve dames en heren, zorg gewoon voor... Doe het gewoon niet! Zorg gewoon voor dat je vervoer naar huis hebt. Ga niet bij vreemde mensen slapen. En let op de trein. Ja, let op de trein inderdaad. Oké, ik ga de volgende pakken. Your turn. Welke fout zou je graag willen rechtzetten? Oh, we gaan weer over fouten. Welke fout? Nou, ik vind dat heel lastig. Als ik erover na zou moeten denken wat ik zou willen rechtzetten voor mezelf. Dat ik beter voor mezelf op had gekomen in de tijd dat ik mijn eerste relatie had gehad. Want er zijn dingen naar mij gegooid die ik destijds echt niet kon verdragen. Wat echt niet kon. En dat ik dat ben gaan slikken eigenlijk. Dat had ik echt niet moeten doen. Ja. Ik kreeg toen heel vaak de fout van dingen. Dat ik dingen had gedaan of dingen fout deed. Waardoor ik dus dacht dat ik dus dingen fout deed. Maar ja, je was ook 17 jaar. Ja, dus het kan ook. Het is ook lastig. Want het is heel moeilijk om daar helemaal bewust van te zijn op die leeftijd. Ja. Maar ik ben eruit. Dus wat lekker diep in deze jongens. Hey, yes! Yes! Wat is het lelijkste stuk kleding die je ooit hebt gekocht? Ja, ik weet het meteen al. Ik weet het echt direct al. Vroeger, de kleine Sophie, die was geobsedeerd met dieren. En dan vooral tijgers en panters. Rar, vond ik helemaal leuk. Geweldig. Dus ik had een panterprint pak gekocht. Waarom heb ik deze nooit gezien? Omdat die fucking lelijk is. Maar je hebt hem ook niet aangehad? Nee, tuurlijk niet. Weet je hoe lelijk dat ding is? Heb je nog? Nee. Jammer. Heb je foto's ermee? Ik... Er bestaat een video, heb jij nog nooit gezien, denk ik. Mijn broertje heeft die gemaakt op zijn tablet. En hij was mij aan het irriteren op die video. Dus ik ga boos achter hem aanrennen met dat pak aan. En ik doe één keer... ik was echt wel wat jonger, hoor. Dus ik doe één keer op die video... Nee! Heb je die nog? Weet ik niet. Ik ga het zo meteen vragen. En als ik hem heb...
Oké, ik weet niet of ik dit ga beloven. Deze video doen. Sowieso. Hou je mond. Hij gaat erin. Oké, jij bent. Heb jij wel eens een blauwtje gelopen en zo ja, wat? Heb ik nog een blauwtje gelopen? Oh, ik hoop dat ik deze vraag kreeg. Heb jij een blauwtje gelopen dan? Ja, ik ging een keertje hitten op iemand die gay was. Dat weet ik nog. Was echt niet geïnteresseerd in mij. Ik heb zeker een heel groot blauwtje gelopen. Ik was jong, ik zat in de eerste klas. En er was een jongen op mijn school. Ik ga verder geen naam noemen, want dan wordt het emotioneel. Maar er was dus een jongen. En ik vond hem heel erg leuk en ik was heel veel met hem aan het praten via WhatsApp. En het ging gewoon heel gezellig en op school. Over wie gaat hij? Ja, dat ga ik niet zeggen. Oh ja. En op een gegeven moment was een schoolfeest heel erg leuk. En dat was King and Queen. En je kent het wel, weet je, mag stemmen. Toen op een gegeven moment kwam die uitslag. En die gast, zeg maar, die jongen waar ik dus mee aan het praten was, die ik dus leuk vond. Die zat heel de tijd met een ander meisje. En ik zag het al. En hij was al heel het gemeen tegen mij aan het doen op dat feest. Ik dacht, oh, ben je vreselijk. En dan komt er ineens, werd omgeroepen. Ik zeg maar wat, Annabel en Frans. Weet je, dus ik dacht, ah, yes, ik ben het niet. En soms zeggen ze ook nog eens. Ze riepen daarna om. En op de tweede plaats, Maxime en... En Lucas. We noemen hem even Lucas. En Maxime en Lucas. Dus die gast zijn echt mega boos op mij. Die is weggelopen uit school, van het schoolplein. En die zei tegen mij nog van, hoe denk je dat het grappig is? Waarom zou ik ooit met jou op het podium willen staan? Ik dacht, fucking boos. En daarna heb ik hem nooit meer gesproken. Hoezo zou hij niet met jou op het podium willen staan? Nou, wat een spiegeltje was. Nee, je was een knappie. Nee, ik had echt zo fucking... Ik weet een foto, heb ik echt een tering gehad, spleetjes op mijn tanden. And look at you now, girl. Nu heb ik... Nu ben je onbereikbaar. Ik ben onbereikbaar. Ja, man. Nee. Maar dat was pijnlijk, want dat waren mijn jongere jaren. En ik had gewoon niemand nodig in mijn leven. Niemand van me hield. En ben jij mij toch, jongen? Ja, dat is waar. Ik had niemand nodig. Flikker toch lekker op, joh. Rot weer uit elkaar. Wat is het meest beschamende wat je ooit hebt meegemaakt? Het meest beschamende? Dat is nog die snotverzameling van jou. Dat je vader achterkomt dat grindpad. Oh nee, waar ga ik te vertellen? Mijn vader, die kwam een keertje heel boos de trap aflopen. En ik hoorde gewoon al echt dat het storm op komst was. En hij kwam er dichterbij. En hij riep, Sophie! Ik was klein. Ik was echt klein. Ik was denk ik niet ouder dan 6. En mijn vader die gooit de woonkamerdeur open en zegt, Sophie, waarom ligt er een heel grindpad onder jouw bed? Dus ik snapte hem eerst niet. Dus ik zei, huh, grindpad? Ja, er ligt nog een snot onder je bed. Ja, er lag heel veel snot. Het is zo vies. Waarom vertel ik dit? Ja, maar dat schaam je echt als je vader dan achterkomt. En mijn moeder en broertje zaten er ook bij. Ze gingen er ooit een keer achterkomen. Ja, op een gegeven moment die verzameling wordt zo groot. Ja, ik gewoon een stapel grind gewoon daar ligt. Vind jij nu ook zo grappig, Sophie? Een grindpad? Ja. Oké. Wat is de raarste vraag die je ooit hebt gekregen? Het is erg ruig. Ik heb zoveel rare vragen in mijn leven gekregen. Zo. Nu zou ik zeggen, de raarste opmerking is niet echt een vraag. Als dan kinderen met ons op de foto gaan, dan zeggen die ouders altijd instant. Altijd. Altijd zeggen ze, oh, maar ik ken jou niet hoor. Ik zou niet weten waar ik jou van moet kennen. Ja, zij kent jou, maar ik ken jou niet. Ja, ik ken jou niet. Wie ben je als ik vragen mag? Het gebeurde letterlijk gisteren nog. Dit gebeurt zo vaak en ik van ja, het maakt niet uit dat je me niet kent. Maar waarom moet dat iedere keer? Waarom zegt iedereen het? Het wordt altijd gezegd. Laatst toen moeder dat zei, toen zei ja, dat horen we nooit. Oké, ik weet het. Gewoon ouders, gewoon op onze Instagram en TikTok, die hebben ons wel eens gewoon gedm'd of onder onze TikTok gereageerd. Ik heb een hele leuke zoon van jullie leeftijd die nog single is. Laat mij weten als je nog op zoek bent naar iemand. Ik heb nog een leuke zoon thuis zitten als jullie nog op zoek zijn. Wat is de raarste fixmove die ooit op jou is gegooid? Ik zit even na te denken voor jou. Letterlijk dit weekend was er nog een jongen die echt hele rare dingen allemaal aan me vroeg. Ik was gewoon met Niek, waren we in een club en er waren twee jongens. Het waren broers van elkaar. Maar er was dus één van die twee en die ging echt op mijn hitte gewoon. Eerst vroeg hij, wie vind jij het knapste van ons twee? En hij zei erbij van ja, want mij die kiezen altijd mijn broer op de een of andere manier. Altijd wordt mijn broer gekozen. Hij stelde gewoon hele rare vragen. Wie vind je het knapste, ik of mijn broer? Ja, dat vraag ik toch niet? Zijn broer was wel knap. Zijn broer knap? Nee. Oh! Ik zie het. Oh, volgende vraag. Wat leuk. Wat is de beste keuze die je ooit hebt gemaakt?
met jou TikToks maken. Ik wist het. Ik wist dat je dat ging zeggen. En niet meer een nieuwe opleiding starten. Ja, inderdaad. En dat is echt een van de kappen met school. Keuzes. Nou ja, we hebben wel een school afgemaakt. Ja, klopt. Nog een diplomaatje. Ja, oké, we hebben wel een diplomaatje. Maar we zijn verder gewoon, we zijn niet verder gegaan. En daar ben ik heel blij mee. Ja, en het is nu niet zo dat ik zeg, doe geen school. Maar als jij iets weet waarvan je echt weet, dit wil ik gaan doen. En je gaat dan een opleiding volgen erbij, terwijl je eigenlijk weet... van dit ga, hier ga ik niks mee doen. Waarom doe je dan die opleiding? Ja. Jij mag de laatste kaart trouwens pakken. Oh, spannend! Ah! Wat is iets wat je heel lekker slash leuk vindt, maar eigenlijk heel raar is? Ik vind het dus heel leuk om Sims 4 te spelen. Maar dan zeg maar echt een soort heel verhaaltje spelen. Dat vind ik echt leuk. Maar dat is niet heel raar. Ja, nee. Nee, dat heb ik heel veel mensen. Ik vind dat echt leuk. Gewoon dat je maakt er gewoon een leuk meisje of zo. En die gaat dan een heel... Dan ga ik gewoon dat helemaal uitdenken. Ik ga dan ook allemaal mensen in de stad maken. Bijvoorbeeld maar dat is toch de bedoeling van Sims? Ja. Ik speel Minecraft ook. Jij ook. En dan vind je Sims raarder dan dat. Ik voel me wel altijd een beetje weird als ik dat speel, hoor. Nee. Hou je van sokken, toevallig? Ja, man. Vind ik echt lekker. Jij droogt je tenen even één af. Ja, wat is daar nou raar aan? Dat heeft letterlijk mijn pedicure gezegd dat ik dat moet doen. Dat jij dan met natte tenen rondloopt nee, overal. Nee, ik doe gewoon mijn tenen gewoon over het algemeen. Nou, ik maak ze gewoon goed droog. Wat is daar nou mis mee? Het is gewoon heel grappig dat je gewoon zo teentje voor teentje... Ja, ze zitten me helemaal belachelijk te maken als ik dat doe. Autorijden. Vind ik leuk. Sommige mensen gaan ook tankstation om tankstationgeur te snuiven en dan... Dat kan ik me ook wel vinden. Je hebt toch een benzineparfum? Ja. Als je nog geen kerstcadeau wist... Maar niet zo goed. Ik ben echt best wel saai. Oh, ik eet heel graag rauwe zalm. Lekker glad. Oh, ik krijg meteen helemaal honger. Oh. Eigenlijk vind ik gewoon dat jouw guilty pleasure gewoon jezelf zijn is. Dank je. Ja, ik hoop dat jullie onze antwoorden en vragen leuk vonden. En bedankt voor het kijken naar deze video. Heb je nog meer vragen of iets? Stel ze en dan doen we ze misschien wel weer terug in dit bakje. Dan gaan we het gewoon lekker nog een keer doen. En bij deze sluit ik de video af. Ja, bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jou volgende week weer.